Woensdagochtend is er een 16-jarige jongen in Den Haag licht gewond geraakt bij een steekpartij op school. Het is de derde keer deze week dat een leerling gewond is geraakt bij een steekpartij. Het gebeurt dus steeds vaker. Is het nog wel veilig op scholen en hoe voelen leerlingen zich in Zeeland daarover? Hoe voel jij je qua veiligheid op je school? Goed, het is ja, rustig ook gewoon. Je kan gewoon van alles doen wat je wil zonder zorgen te hebben. Nou, ik ben sowieso niet erg bang, dus ik maak me er niet zorgen over. Dat niet, ik voel me wel gewoon veilig op school. Niet per se minder veilig. Ja, ik voel me wel gewoon veilig. En hoe groot zie jij de kans dat er een steekincident op jouw school zou komen? Ik zie dat niet gebeuren. Vind je dat de school genoeg maatregelen treft om onder andere steekincidenten te voorkomen? Ja, daar zijn ze best wel streng op. Gewoon, ja, ze laten niet zomaar mensen van buiten binnen en zo. Gewoon veilig, gebeurt niks op school. Met mij ook niet. Ik voel me gewoon goed. Ik ben zelf niet bang voor steekincidenten op deze school. Zover als ik weet is er nog nooit zoiets gebeurd en ik hoop dat het ook nooit zal gebeuren. Ik denk wel dat het nog kan gaan gebeuren, maar ik denk niet dat zo gauw iemand een persoon zou neersteken hier op school.